Ja, jullie vragen er waarschijnlijk af wat dat we nu aan het opstellen zijn. Wel, laten we het even vragen. Didier, we hebben nu gezien hoe dat je de orde handhaaft en hoe dat je een menigte in bedwang en eigenlijk onder controle had. Hè? Want je hebt daar speciale hulpmiddelen voor. Je hebt er zo van die kruisen voor eigenlijk. Ja. Hoe heet dat? Wel, dat noemt Spaanse ruiters. En aan de ene kant is dat prikkeldraad en aan de andere kant is dat gewoon groene, gladde draad. Ja. De kant waar de politie staat, gaan we natuurlijk geen prikkeldraad hebben. Ja, dat is voor de mensen een beetje een beetje op afstand houden, beetje tegen te houden. Dat is goed gezien. En dat werkt heel efficiënt natuurlijk, want er kan niemand meer door. Nee, niemand. We proberen dat toch. Onze bescherming nog aandoen en de betogers die mogen komen. Nu moeten we er even bij vertellen dat dat natuurlijk geen echte betogers zijn. Hè. Dat zijn gewoon leerlingen die op de politieschool zitten en die spelen betogertje. Maar je ziet het, ze proberen wel om erdoor te komen, maar dat lukt niet. Dus de oefening is wel geslaagd. En onze training zit er ook bijna op. Ja, dat was al de moeite. Ja, dat is nog maar één klein ding wat ze leren op een politieschool. Hè. Ordehandhaving. Nu, als je dat leuk vond, ik heb goed nieuws. Ik ga nog veel meer laten zien wat ze op een politieschool allemaal leren. En nog heel veel spectaculaire dingen. Dus ik zou zeggen, blijven kijken. Tot de volgende. Hè. Pas op.